Handen wrijvend stapt Germano de studio in om te gaan cashen bij de Dragons. Ik vind het echt een eer om hier te mogen staan. Want nogmaals, om te mogen pitchen tegen investeerders van zulke kaliber is natuurlijk once in a lifetime opportunity. Maar hoe benut je die eens in het leven kans dan? Ik ga naar de Dragons als mezelf, met mijn glimlach, mijn enthousiasme en mijn overtuiging dat het concept is goed en dat een of meer van de Dragons ook mee willen gaan in mijn avontuur. Buongiorno Dragoni, goedendag. Dragons. Mijn naam is Germano Brancatisano en ik geloof heel sterk dat samen met één of meer van jullie, of liefst met jullie allemaal, mijn onderneming de go-to webshop kan worden voor al die ouders die hun kinderen twee of meertalig opvoeden. Om dat te realiseren zou ik jullie een bescheiden investering willen vragen van 50.000 euro in ruil voor 20% van de aandelen. Investering vooral te besteden aan growth marketing activiteiten. Dat lieve meisje daar, ze heet Isabella. En ze is de muze en inspiratie achter het concept. En haar papa, dat ben ik, met toen wat minder haar, ben half Italiaans, half Venezolaans. En de moeder is Nederlands. Dus voor ons was het sprekend dat we zouden haar onze culturele erfenis en talen door willen geven. Dus we gingen meteen op zoek natuurlijk naar kinderboeken met de taalcombinaties Nederlands-Italiaans. Nergens te vinden. We gingen 6 weken tijdens ons ouderschapverlof naar Australië met z'n drietjes. En toen wij aan het rijden waren langs de Gold Coast, de idea hit us. We dachten, hey, we gaan gewoon zelf meertalige kinderproducten ontwerpen. En op dit moment we hebben het concept toegepast op kinderboeken, telposters. En recent we hebben ook succesvol een crowdfundingcampagne afgerond voor het lanceren van een memoryspel. We zijn niet de enige die kinderen natuurlijk twee of meertalig opvoeden. Nou, met ons concept, echt product, is te bestellen in meer dan 500.000 taalcombinaties. Kortom, zoals mijn Italiaanse godvader zou zeggen, I'm making you an offer you cannot refuse. Dus Dragons, wie van jullie staat achter ons concept en samen met Isabella en mij alle meertalige gezinnen in de wereld wil voorzien van leuke, educatieve en interactieve producten? Dank jullie wel. Ontzettend bedankt. Dank je wel.